Goed nieuws en slecht nieuws over de jeugdwerkloosheid. De afgelopen jaren heeft de overheid daar flink in geïnvesteerd. En daardoor hebben 23.000 jongeren een baan, leerwerkplek of stage gevonden. Maar het slechte nieuws is dat daar nauwelijks laag opgeleide allochtone jongeren tussen zitten. En dus krijgen zij de komende jaren meer aandacht. Hier in de Haagse Schilderswijk wonen veel allochtone jongeren. Hij had geluk. Zijn school regelde een stage voor hem bij dit theater. Maar ook hij weet dat jongeren uit zijn wijk moeilijk aan een baan komen. Alsjeblieft. Ze hangen op straat. Ze moeten gewoon naar school gaan. Hun diploma halen, dan hebben ze gewoon een goede baan. Later. Het is voor een deel de houding van de jongeren zelf, geeft ook de man toe die de jongeren begeleidt. Maar er is meer. Er is een stukje uitsluitingsmechanisme, of discriminatie hoe je het wil noemen. Er zijn heel veel jongeren die een allochtone achtergrond hebben en met een Nederlandse naam hebben gesolliciteerd. Ja, en prompt worden ze dan uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Terwijl de jeugdwerkloosheid in de rest van het land daalde, steeg die afgelopen jaar hier in Den Haag. En dus trekt de gemeente nog eens 12 miljoen euro uit om bedrijven te verleiden meer jongeren in dienst te nemen. En dan met name ook allochtone jongeren. En waarom denkt u dat u die bedrijven dan nu wel zover kan krijgen? Heldere afspraken met ze maken, maar dan ook gewoon wat mij betreft prestatieafspraken. Wilt u 3 banen, dan gaan we voor 3 banen. Wilt u 300 banen, dan gaan we ook voor die 300 banen. Dus op die manier probeer ik ze in ieder geval te koppelen aan de uitdaging die er is. Want inderdaad, het gaat niet zo goed nog met de jeugdwerkloosheid hier in onze stad. Het doel van de gemeente ligt er niet om. In 2018 moeten er 4000 extra banen zijn.